Rick, koud. Zo, ijs en ijskoud. Maar? 3 punten in de tas en winterkampioen. Winterkampioen? Ja, het was ook echt winter vandaag. Het was echt winter. Nee, het was verschrikkelijk qua weer. Maar 3 punten. 3 punten in de tas. Volgende week kerstgala. Maar lekker winterstop in. Zeker. En, vond je zo'n spel? Ja, wat vond je van het spel? Ik denk van beide kanten verschrikkelijk vandaag. Van beide kanten. Ja, het was moeilijk voetballen vandaag. Het was echt moeilijk voetballen. Ik denk wel dat je weer genoeg kansen hebt gecreëerd. En je wint uiteindelijk 4-0. Waarvan in de rust nog 1-0 staat. Maar ik denk dat je vandaag ook, overdrijf ik niet, maar 12-0 had moeten winnen. Dat lag niet per se aan ons, maar meer aan de tegenstander vond ik ook. Ben je nou wel tevreden over de eerste helft van de competitie? Ja, nee, zeker. Als je kijkt naar de volledige eerste helft van de competitie ben ik tevreden. We hebben veel punten gepakt. Eén keer verloren tegen Oudekerk, terecht ook. En 3 keer speel je gelijk, waarvan je nog een keer kon winnen. Dus we zijn met een aardige reeks bezig. En we staan voor de derde weekend op rij bovenaan. En een klein feestje. Zo is het. Vanavond stappen? Nee, ik doe rustig aan. Ik ga lekker nu met de jongens een biertje drinken. En dan hou ik het voor gezien. Oké, nou ik wens je een goede vakantie. Ja. En hou ze scherp. Ja, ga ik doen. En blij met de punten. Dankjewel. Beste. Ga lekker naar huis, jongen. Huh? Jij gaat naar Ajax meteen.